Zoom in live. Alles over gezondheid, welzijn en geluk. Want in het nieuwe normaal moeten we op zoek naar andere manieren om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. Samen met mijn gasten ga ik op zoek naar de antwoorden op jouw vragen. Zoom in live. Goedenavond, dames en heren kijkers. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zoom In. Vandaag gaan we het hebben over een zeer bijzonder onderwerp, althans vind ik zelf. En dat is namelijk het onderwerp kinderwens. U weet, dit programma gaat over geluk, gezondheid en welzijn. En als je praat over het hebben van een kinderwens, dan kan dat alle drie van onze thema's beslaan. We hebben een heel interessant panel voor u vandaag uitgenodigd om met ons mee te praten over dit onderwerp. En hopelijk kunt u uit onze uitzending van vandaag ook wat leren. Natuurlijk komt dit programma tot u met de complimenten van Selflines en krijgt u de gelegenheid om te reageren op de verhalen van onze deskundigen en onze gasten. U kunt dat doen via een sms of via een app of via een private message naar Supreme Suriname. En het telefoonnummer dat u daarvoor kunt gebruiken is 859-6949. Nogmaals, 859-6949. Dus, kinderwens is ons onderwerp. Vandaag een uur lang praten we hierover. En ik weet zeker dat wij met onze verhalen van onze deskundigen zullen bijdragen aan uw kennisvergroting over dit onderwerp vandaag. Mag ik alvast starten om mijn gasten aan u voor te stellen? Wij hebben alvast mevrouw Sigourney Nabibaks. Zij is fiscalist en ook voorzitter van de stichting OVA Plus. Wat de stichting OVA Plus Plus precies doet, dat gaat ze zo dadelijk ook uitleggen. In ieder geval houdt de stichting OVA Plus zich bezig met kinderwens, met mensen die een kinderwens hebben en daar al dan niet in verschillende stadia van zitten of ook weer niet. Ze legt het zo direct uit en natuurlijk deelt ook zij haar verhaal met ons vanavond. Verder hebben we ook nog de gast, de heer Kenneth Slijngaard. Hij is medicus en werkzaam bij Stichting Lobby. En u weet dat Stichting Lobby ook een afdeling heeft die zich bezighoudt met family planning. En hij zit op die afdeling. Dus ook aan meneer Kenneth Slijngaard een goedenavond en welkom bij het programma. En dan praten we met Cheryl. Cheryl is ervaringsdeskundige. En zoals hij dat zelf noemt, heeft zij een fertility journey doorgemaakt, die zij met ons wil delen vandaag. En dat is natuurlijk heel bijzonder, omdat het om een persoonlijke ervaring gaat die heel diep zit. En samen met haar man is zij dus bereid om haar verhaal te delen met ons, om de stilte te doorbreken en hopelijk andere mensen ook van advies te kunnen zijn om het traject van een kinderwens, in welk stadium dat zich ook mag bevinden, te kunnen ondersteunen of misschien wel van advies te kunnen zijn over wat en voornamelijk wat niet te doen. Dames en heren, welkom in onze uitzending van vandaag. En alvast hartelijk bedankt dat u bereid bent om deze aflevering met ons te delen. Goedenavond. Ja, oké, goedenavond. Goed, twee van de drie gasten hebben een korte presentatie voor ons om over het onderwerp te praten. Maar ik wil de heer onder de dames de gelegenheid geven om van start te gaan, meneer Slijngaard. Natuurlijk, Stichting Lobby staat al jaren bekend in de Surinaamse samenleving als organisatie die zich bezighoudt met mensen met een kinderwens, met family planning. Vandaar dat het ons gepast leek om u van start te laten gaan met de bijdragen van vanavond. Gaat u gaan. Dank u wel. Ook van mijn kant een goedenavond. Mijn naam is Kenneth Slijngaard, werkzaam voor Stichting Lobby. Als we praten over family planning, dan denkt men in eerste instantie altijd aan anticonceptie, voorbehoedsmiddelen. Maar family planning is eigenlijk veel ruimer dan alleen voorbehoedsmiddelen. En bij voorbehoedsmiddelen gaat het om voorkomen dat je een ongewenste zwangerschap krijgt. Family planning heeft ook te maken met plannen hoeveel kinderen je wel wil krijgen, dus dat er een kinderwens is. Daarnaast heeft family planning
ook te maken met het geven van voorlichting en begeleiden van jongeren, van volwassenen op het gebied van seksuele educatie. Vanavond gaan we het hebben over dat deel van family planning, waarbij we gaan praten over kinderwensbegeleiding. Stichting Lobby begeleidt koppels die een kinderwens hebben en in feite ongewenst kinderloos blijven. Wanneer er sprake is van een kinderwens, dan vindt er een intake plaats. Het eerste wat er gebeurt is een gesprek, dat is de anamnese, waarbij meestal is het de vrouw die komt, maar het is altijd beter als de koppels beide komen, waarbij dan wordt gevraagd van hoe lang bestaat al zo'n kinderwens. Want als je iemand probeert om zwanger te worden, wil dat niet zeggen dat er een probleem is. Dus er vindt een intake plaats, er wordt gesproken. En meestal, wanneer je zeker een jaar probeert om zwanger te worden en het lukt niet, dan pas zeggen we het van, er kan sprake zijn van een verminderde vruchtbaarheid. Bij een verminderde vruchtbaarheid, ook wel genoemd subinfertiliteit, gaat er dan, behalve het gesprek, ook nader onderzoek plaatsvinden. Bij het gesprek wil je altijd eerst weten van, zijn er problemen in de menstruatiecyclus? Omdat dat eigenlijk een heel belangrijke rol speelt bij zwanger worden. Als vrouwen zwanger willen worden, dan moeten ze het eerste wat ze in de gaten moeten houden, het eerste wat ze moeten doen, is kijken als ze een regelmatige menstruatie hebben. Soms weten vrouwen niet eens wanneer ze menstrueren, hoe lang het duurt, of als het elke maand komt. En dan moeten ze eerst gaan nadenken. Dus het eerste wat je vrouwen altijd adviseert als ze kinderwens hebben, is om een menstruatieschema bij te houden, zodat ze weten van, een menstruatie duurt van zo lang tot zo lang. Want dat is belangrijk, omdat je moet daaruit, als je een schema hebt, kan je daaruit halen wanneer de ovulatie ook plaats gaat vinden. De ovulatie is niets anders dan de eisprong. En dat is het moment waarop een rijpe eicel vrijkomt, die dan bevrucht kan worden. Naast de anamnese, het is niet alleen de vrouw, maar ook van de man wil je weten als er problemen zijn. Want vaak denkt men van, er is een probleem met de ovulatie of met de menstruatie. Die zaadcellen zijn misschien niet sterk genoeg. Maar het komt ook wel eens voor dat er andere problemen zijn. Meestal van seksuele aard. Het kan ook zijn dat die man niet lang genoeg een erectie kan houden. Waardoor hij die vrouw niet op de juiste manier kan bevruchten. Dus er kunnen scala van problemen zijn. En dit wordt dan uitgevraagd bij het eerste gesprek. En er wordt dan een vervolggesprek of een vervolgonderzoek gepland om te kijken wat er gedaan kan worden. Nou, ik heb nu al een aantal vragen, maar we hadden afgesproken dat we eerst de mensen de gelegenheid zullen geven om hun verhaal te vertellen en dat dan de vragenronde zullen komen. Maar in ieder geval bedankt voor het uitleggen van het traject. Laten we nu overgaan naar Sigourney. Sigourney, zoals ik het al uitlegde, is ook de voorzitter van de stichting OVA Plus. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ze in ons panel zit vandaag. Sigourney, kan jij ons vertellen over de stichting OVA Plus? Ja, goedenavond ook van mijn kant uit. En ik ga de stichting introduceren, als ook mezelf. En dat zal ik doen door middel van een PowerPoint, een korte PowerPoint-presentatie, dat ik nu met jullie ga delen. Momentje. Ga je gang. Oké. Stichting OVA Plus. Met welke scenario's komen mensen meestal bij OVA Plus? Deze twee plaatjes geven eigenlijk het beste beeld van de scenario's wanneer iemand bij OVA Plus komt. Je wilt zo graag kind, je hebt een kinderwens en je krijgt druk uit je omgeving. Dat geeft plaatje 1 aan. De druk, where are my grandkids? Are you pregnant yet? Een ander geval is dus ook, als je kijkt naar plaatje 2,
waarbij je dus gewoon wel misschien in verwachting bent geraakt, maar je kindje engel is. En dan ga ik me dan meteen mezelf introduceren, want ik ben dus de oprichter en de huidige voorzitter van Stichting OvaPlus. En de reden waarom ik hiermee ben begonnen, is eigenlijk omdat ik dus zo'n moeder ben met twee engeltjes. Dus ik pas dus bij plaatje 2. En ik vond het nodig om voor deze groep en de groep van mensen met een kinderwens een community te gaan creëren. Nou, wat is Stichting OvaPlus precies en wat hebben we als doel? Stichting OvaPlus heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van de vruchtbaarheid bij ieder met een kinderwens. En verder willen we de nodige ondersteuning bieden bij high-risk pregnancies en vroeggeboorte. En het hogere doel is om echt te dienen als een well-being platform voor de doelgroep, waarbij we hen ondersteunen en faciliteren door middel van educatie, bevorderende events en het creëren van een community. Hierop ga ik zo meteen verder op in. Als je kijkt naar de cycle waar OvaPlus aan te pas komt, dan kan het best geïllustreerd worden middels deze slide, waarbij je ziet dat het start met een kinderwens. Uiteindelijk heb je waarschijnlijk een succesvolle zwangerschap, waarbij er ook nog een kans is op een high-risk pregnancy, waarbij er ook een kans kan zijn op een vroeggeboorte of een kindverlies. Daar komt OVA dus aan te pas. Verder ook nog bij, als je dus het cyclus, de natuurlijke cyclus hebt doorlopen, dat je dan uiteindelijk uitkomt op adoptie, draagmoederschap of definitief kindloos zijn. Wat zijn dus de goals? Het ondersteunen in medische, energetische en psychologische zin bij loss. En wat verstaan we onder loss? Je kan denken dan aan een pregnancy loss, een infant loss, miskramen, maar ook gewoon mispregnancies. Je probeert aldoor zwanger te raken, maar het lukt niet. Het tweede is het monitoren en het bieden van actieve ondersteuning bij high-risk pregnancies. Het bieden van actieve ondersteuning bij vroeggeboorte en het bieden en het ondersteunen van alternatieve wijzen om een kinderwens in vervulling te laten gaan. Waarom OvaPlus? Ik maak altijd het onderscheid tussen tour guides en tour operators. En dan vergelijk ik de tour operators met de artsen, de medici, de deskundigen die jou aangeven: deze weg moet je bewandelen, dit moet je drinken op zo'n tijdstip en dit moet je doen op die datum. De tourguides zijn ook echt de mensen die de weg hebben bewandeld. En die dus precies kunnen aangeven, hey, als je daar gaat, gaat het er zo uitzien, et cetera. Waarom OvaPlus nog meer? Omdat we een well-being center zijn bij kinderwens, high-risk pregnancies en vroeggeboorte. We willen een safe and healthy environment vormen voor mensen die in deze doelgroep vallen. Want natuurlijk heb je zoveel, je omgeving, die je vaak begrijpt of juist niet begrijpt. Dan heb je het educatief gedeelte waarbij we mensen willen helpen om zichzelf beter te scholen, zichzelf beter te leren kennen en hun lichaam beter te leren kennen. En dan heb je aanvullende activiteiten die ook een rol kunnen spelen, zoals stressmanagement, gezonde voeding, beweging en pranic healing. En dan heb je bijdienen dus ook als klankbord. En we faciliteren alle bevorderende aspecten, zoals testen, supplementen en dergelijke. En ook het doen van research valt onder onze organisatie. De activiteiten die we concreet verrichten zijn op educatief gebied seminars, workshops en artikelen. Je hebt dan coaching sessies 1-op-1 of in groepsverband. Je hebt bevorderende events zoals fertility yoga of pregnancy yoga en de OVA box. Dat is zo een trying to conceive box. Je hebt de peer groups. De peer groups waarbij je dus in een safe environment met elkaar kan sparren en ervaring kan delen. We hebben pranic healing sessies
en ander support zoals de OVA Shop, waarbij je dus verschillende testen en supplementen et cetera zou kunnen aanschaffen. Projecten zoals het Adopt a Child project en de inventarisatie van faciliteiten en de wetgeving in Suriname die bijvoorbeeld bij adoptie en draagmoederschap komen bijkijken. Samenwerkingen met experts, en daar heb ik het dan over de specialisten, de artsen en dergelijke. En research, zoals ik eerder ook al aangaf. Ja, dat was het voor mijn gedeelte. En dit is dus, zijn de contactgegevens van Stichting OVA Plus. Oké, dankjewel. Mondvol, eigenlijk als ik zo luister naar wat jullie allemaal doen, heb ik het idee dat je fulltime job is. Ja, oké, goed, we gaan daar straks op in. Maar jullie doen best veel, dus daar was ik eigenlijk best verrast over. Cheryl, het is nu jouw beurt en jij hebt ook een presentatie met ons te sharen. Ja. Ga je gang. Mijn naam is Cheryl Crosspinas. En ik ben inderdaad aan dit gezelschap toegevoegd als ervaringsdeskundige. Anders gezegd, de persoon die de klappen van de sweep kent. En ja, ik zou een hele avond vol kunnen praten als ik vertel wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ik heb dus middels deze slides heb ik het ook kort kunnen samenvatten. Of in elk geval de belangrijkste dingen die ik in deze journey, waar ik nog steeds in zit trouwens, heb meegemaakt. Ik wil sowieso delen. Ja. Wat je eigenlijk overkomt. Want ja, als jonge vrouw, de meeste jonge vrouwen, in cijfers weet ik het niet, maar ik weet het zeker. Ik weet het bijna zeker dat de meeste jonge vrouwen wel de ambitie hebben om ooit een gezin te stichten, / kinderen te krijgen. En je gaat ervan uit dat zoals het bij het gros van de mensen eraan toe gaat, dat het bij jou ook gewoon zal lukken. Totdat het je eigenlijk overkomt. En dan heb ik hier een aantal termen genoemd, of een aantal omstandigheden genoemd, die je eigenlijk doormaakt in dus dat traject. Sikuni en meneer Sleengaard hebben het beide gehad over een diagnose die ja, in de meeste gevallen wel gesteld kan worden. Maar er zijn ook mensen voor wie er eigenlijk haast geen verklaring is van waarom ze geen kinderen kunnen, of niet zo gemakkelijk een kind kunnen krijgen zelf. Bij mij is wel een diagnose gesteld en de diagnose die is gesteld heet endometriose. En er zijn best weinig mensen die weten wat dat is. Misschien kan ik dat even laten voor straks. Ik heb een verkeerde tussen haakjes geplaatst daar. Maar het gaat om begrip of onbegrip van je omgeving. Je maakt het allebei mee. Sowieso in je thuisfront, meestal is er heel veel begrip, omdat die mensen het van dichtbij meemaken. Sowieso je partner. Maar ook, er bestaan ook mensen die een partner hebben die dat helemaal niet begrijpt. Of een familie die dat helemaal niet begrijpt, wat jouw diagnose is of waarom je nog geen kinderen hebt. Dat maak je dus mee. Wat er gebeurt, of wat ik in elk geval bij mezelf heb gezien, is dat ik een soort beschermingsmechanisme heb ontwikkeld, zo goed of kwaad als het is, om hiermee te dealen emotioneel. Ik ga alvast een voorbeeld geven. Je hebt een bepaalde leeftijd, je hebt die kinderwens en je merkt in de omgeving dat er steeds vaker gevraagd wordt. En wanneer ga je eraan beginnen? Of gewoon simpelweg dat er in je omgeving gewoon heel veel baby's zijn ineens. En er zijn verschillende manieren waarop je daarmee kan omgaan. Ik denk dat er mensen zijn die zich niet afsluiten ervoor. Maar ik heb dat bijvoorbeeld wel gedaan. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. En daar heb ik op zich geen spijt van.
Of het goed is, weet ik niet. Maar dat was voor mij het mechanisme om mezelf te beschermen en hiermee om te gaan. Verder brengt het stress met zich mee. Je biologische klok die tikt. Het brengt spanningen met zich mee of het kan spanningen met zich meebrengen. Ja, het hangt er vanaf hoe jij je stress afreageert. Maar er kunnen ook spanningen komen in relaties, doordat ja, mensen zelfs uit elkaar gaan. Gelukkig is dat bij ons niet zo. Zelfs depressie. Dat je gewoon doorgaans heel terneergeslagen en verdrietig bent. Wat ik in elk geval meemaak is dat ik heel veel onderzoeken heb ondergaan. Waaronder bloedonderzoeken. Het geprikt worden door een naald is voor mij gewoon een tijdje dagelijkse kost geweest. Om het even overdreven uit te drukken. Maar ja, vrij normaal om steeds die waardes te moeten meten. Om te kijken wat de situatie is en echo's. En heb ik het niet over de buik-echo's, maar echt de inwendige echo's. Waar je op een gegeven moment zelfs een beetje, hoe moet ik het zeggen, ja, gewend aan raakt. Nou, en verschillende behandelingen die je ondergaat, maar ook de bijwerkingen van die behandelingen. Want die behandelingen gaan vaak gepaard met medicatie, stimulerende medicatie, die dan ook weer zo'n weerslag kan hebben op andere dingen, op andere werkingen van je lichaam, zeg maar. En dit, een voortdurend rouwproces eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik door de jaren heen daar een stukje sterker op en flinker in ben geworden, maar het is gewoon een voortdurend rouwproces. Zoals ik het kan omschrijven. Omdat je, ja, kijk, iemand, we hebben allemaal wel eens iemand verloren. En dat doet heel, heel erg veel pijn. Omdat je zo iemand hebt meegemaakt. En de persoon is er niet meer. Maar ook datgene waar je zo erg naar hunkert. En het komt maar niet. En het lukt maar niet. En waarom moet ik er zoveel voor doen? Dat brengt je eigenlijk in een rouwproces. En de taboe eromheen. Verder ook nog verwachtingen. Verwachtingen van jezelf. Verwachtingen van je partner. Verwachtingen van je omgeving. Die hebben ook invloed op je. En ik heb het als laatst gezet. Maar wat je te wachten kan staan is... ik weet niet of het voor Suriname alleen zo is. Maar ik heb in elk geval meegemaakt dat ik langs heel veel artsen ben gegaan. Totdat ik uiteindelijk een arts heb gevonden bij wie ik mij het prettigst vind. Omdat wat je merkt is dat, wat ik eerder al zei. Het gros van de mensen, het gros van de gezinnen hebben niet zoveel problemen als deze doelgroep. En wat je als arts dan, denk ik. Zo schat ik het in hoor. Doet is, je maakt eigenlijk een soort segment van, oh, dit zijn mijn makkelijke patiënten. Of mijn reguliere patiënten. En dit is eigenlijk een patiënt die me een beetje edatie gaat geven. Want dan moet ik gaan uitzoeken en dan moet ik zoveel onderzoeken doen. En ja, je komt er al heel gauw achter waar je je bij prettig voelt. Of bij wie je je prettig voelt en bij wie je het best geholpen kan worden. Dus dat is mijn, dat is wat je eigenlijk overkomt. Yes. Mooi, Cheryl, wat een verhaal. Ongelooflijk. Ik kan me voorstellen dat, als ik alleen maar al naar je verhaal luister, kan ik me voorstellen wat de stressgehalte zijn. Of zijn geweest in jouw traject. Hè? Mogen we terug naar je beeld? Want we zien nu nog steeds je presentatie. Ja, ik heb toch wel gekeken naar jou. Oh, oké, okay, ga je gang. Ga je gang. Kan ik verder gaan? Oké. Okay. Ik heb hier genoemd wat je overkomt. Ja. Maar ik noem ook, omdat ik ook uit die slachtofferrol
ben gekropen. Misschien nog niet helemaal. Maar er zijn ook een paar dingen die je zelf kan doen. In plaats van bij de pakken neer te zitten. En dat zijn onder andere deze dingen. Die heb ik genoemd. Waaronder in veiligheid erover praten. En ik heb dat in de eerste jaren heb ik dat echt niet kunnen doen. Ik kon dat alleen doen met bijvoorbeeld mijn oudere zus, mijn jongere zus, mijn ouders, mijn partner. En ik durfde daar buiten gewoon niet te praten met mensen. Maar naarmate ik de journey vorderde, had ik zoiets van, weet je, maar waarom moet ik mezelf zo straffen door mijn emoties binnen te houden? Waarom kan ik niet gewoon erover praten en het gewoon loslaten? Verder, als je een geloofsovertuiging hebt, dan helpt dat ook wel. Vertrouwen hebben in het proces, heel moeilijk, maar wel belangrijk om te hebben. Een stukje spiritualiteit. En daar komt eigenlijk dat stukje, ook een stukje stressmanagement bij kijken. Een andere belangrijke zaak is optimen met je partner, omdat je door die drang al heel gauw uit elkaar kan gaan groeien. Of mensen worden ongeduldig of begrijpen elkaar niet, communiceren niet. Dus je moet echt een team zijn. Je gaat het niet alleen kunnen of moeilijk. Sigourney noemde ook, en meneer Slijngaard, dat je kennis, dat je hierdoor eigenlijk veel meer kennis gaat opdoen over jezelf, maar ook over hoe het menselijk lichaam, het vrouwelijk lichaam, het mannelijk lichaam werkt. En een belangrijke daarbij is ook dat je opkomt voor jezelf en dat je geen nee als een antwoord accepteert van, ook al is het een arts. We leven in een tijd waarin je zoveel informatie tot je kan nemen. Natuurlijk, je moet de juiste bronnen hebben. Dus doe een beetje research over jezelf en durf ook vragen te stellen. En ga naar mensen die vragen voor je willen beantwoorden. Verder, alternatieven, zoals homeopathie, heb ik ervaring mee, maar ook gezonde voeding. Bijvoorbeeld een meer vegetarische of veganistische voeding. Ik zei het ook al, optimisme en het procesvertrouwen en stressmanagement, dat heb je zeker nodig. En als belangrijkste eigenlijk een plan. Wat je ook gaat doen, heb een plan. Ga je ermee door? Hoe lang ga je ermee door? Stel voor jezelf op wat je plan is. Wat kan ik doen? Wat is binnen mijn macht? Wat is buiten mijn macht? Maar er zijn ook mensen die zich erbij neerleggen. En ook daar moet je een plan voor hebben. Weten hoe je ermee omgaat. Ga voor jezelf na of je misschien wel psychologische hulp nodig hebt om je neer te leggen bij dat proces. Want het is echt niet gemakkelijk. En als laatste heb ik een foto van mij en mijn partner. We zijn getrouwd al 3 jaar, we zijn al 6 jaar samen. We hebben in 2016 een hele, hele grote stap gewaagd. We zijn helemaal naar Duitsland geweest voor een IVF-behandeling. We hebben daarvoor heel veel steun gehad van familie, maar ook van vrienden. Heel veel geld tegenaan gegooid, omdat die drang gewoon zo groot is. En je wil er eigenlijk alles voor doen. En ik moet zeggen, ik kan gelijk erbij vermelden dat het niet is gelukt bij die journey. Maar wat ik wel kan zeggen is, we hebben er heel veel van geleerd. Dat van optimen met je partner, of voor elkaar zijn, is gewoon alle les. En dat je hebt gezien waartoe je in staat bent om iets te bereiken. Dat is voor ons alle les geweest. Dus dat is eigenlijk mijn verhaal. Het is een aardig verhaal. We hadden het ook aan het begin gezegd dat Sigourney is eigenlijk ook ervaringsdeskundige. En ze heeft eigenlijk al een beetje aangegeven wat haar ervaring is. En zij heeft haar engeltjes aangehaald. Daarmee trek ik de droeve conclusie dat je 2 kinderen bent kwijtgeraakt in het proces. Wil je dat met ons delen?
Ja, inderdaad. Ik ben 2 kinderen kwijtgeraakt. 1 keer met 20 weken, 1 keer met 24 weken. Ja, dus ik ben ook nog steeds in die fertility journey. Ja. Maar ik heb wel al 2 engeltjes. Ja, oké. Eventjes voor de status. Siguni, jij bent in de fertility journey, maar je hebt dus nog geen kinderen gekregen in de tussentijd. Nee, dus dat je klopt. Hebt geen kinderen, maar je bent nog wel, je bent wel in het proces. En Cheryl, jij hebt aangegeven dat jullie al enige tijd bezig zijn geweest. In welk traject zijn jullie nu? Zijn jullie nog steeds in de fertility journey? Wij zijn nog steeds in het traject, ja. Oké, goed. Ga ik eventjes terug naar meneer Slijgaard, omdat daar eigenlijk mijn vraag begint. We hebben het hier over jonge vrouwen, jonge gezinnen, met hele moedige verhalen. Want ik luister en ik denk, my god. Dus ik krijg direct meeleven eigenlijk. Eigenlijk neem je je eigen kinderen, ik heb er 3, neem je eigenlijk een beetje als vanzelfsprekend als je dit hoort. Dan denk je, nee, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is best heftig. Het mooie daarvan is dat er, zoals ik het al zei, er wel hulp is en er wel begeleiding is. En ik kijk even naar meneer Steengaard. Wat is de tijd die... het is misschien niet echt zo zwart-wit te meten, maar is er een tijdsperiode die jullie koppels adviseren om in deze journey te zijn? Want u heeft aangegeven, het duurt een jaar als je eenmaal hebt geprobeerd en het lukt niet om zwanger te raken. En dan ga je eigenlijk pas in het systeem. Maar dan ben je in het systeem en dan worden er een aantal dingen besproken en waarschijnlijk voorgesteld. Maar tot hoe lang dat je eigenlijk zegt, oké, weet je wat, het lijkt me nu goed om toch maar wat andere alternatieven te gaan zoeken om kinderen te krijgen of kinderen te adopteren of een draagmoederschap of allerlei andere alternatieven die er zijn. Want op een gegeven moment kan ik me voorstellen, ik zo luister naar Cheryl en zeker Siboni, dan is het een emotionele uitputtingsslag als je hier in deze journey zit en het niet lukt. Het is inderdaad een emotionele uitputtingsslag. Je kan van tevoren niet zeggen hoe lang het gaat duren. Omdat je moet eerst onderzoeken, wat is het probleem? 30% van de gevallen kan het liggen bij de man. 30% ligt het bij de vrouw. Maar in 40% van de gevallen kan je niets vinden. Je weet niet waarom het niet lukt. De zaadcellen zijn goed. Die vrouw heeft een normale menstruatiecyclus. Ze ovuleert normaal. Maar toch wordt ze niet zwanger. En je doet allerlei onderzoekingen. Je vindt toch niets. Medisch onverklaarbaar dan. Is medisch onverklaarbaar. Ja. Het is dan heel moeilijk om te zeggen van... Ja hoor, u moet zich erin berusten. Het lukt niet. Ja. Omdat soms wanneer ze zich erin berusten van... we hebben alles geprobeerd. Wordt die vrouw ineens toch wel zwanger. Dus... Je kan het niet zeggen en ze adviseren, laat maar zitten hoor, ja. Aan kind keren. Het is heel moeilijk. Ja. Je probeert ze wel te helpen, je probeert wel alles uit te zoeken, waaraan kan het liggen. Soms zeggen ze zelf, verander van omgeving. Alles probeer je, het lijkt iets gek, maar als je bij schoonouders inwoont, kan dat zelfs misschien een rol spelen. Ja, dan praten we eigenlijk een beetje over de stressfactor waarover Cheryl het bijvoorbeeld had. En stress is in het leven. En je kan niet zeggen van, ja, iedereen heeft dit, dus je moet zwanger worden. We weten het niet, we kunnen de reden niet vinden. En we kunnen daar ook niet zeggen hoe lang het gaat duren voordat die vrouw zwanger wordt. Ja, maar ik dacht, misschien zijn er wel onderzoeken waarin je toch wel zegt van, wat is een psychologische rek eigenlijk, hè? Binnen hoeveel tijd stel je toch aan koppels voor van, luister nou, laten we dit proberen. Is er een bepaalde volgorde van adviezen die jullie geven? Want u heeft al een paar keer gezegd dat er eerst gekeken moet worden naar wat het probleem is. Er worden dus zoveel onderzoekingen gedaan. Liggen het aan de man, liggen het aan de vrouw? Ik neem aan dat daar ook wat psychologische onderzoeken bij komen kijken. Van, wat is de situatie? Is er inderdaad bepaalde druk? Is er een prestatiedrang ergens? Is er iets dat niet goed, dat niet lekker zit, waarom het niet lukt?
En dan, wat is de volgende stap in het traject? Alle onderzoeken zijn gedaan, ligt niet aan de ene, we zitten dus op 40%. Je zegt gewoon eerlijk van, ik weet niet waaraan het ligt. Je moet gewoon blijven proberen. Wauw, oké. Je hebt geen andere oplossing voor ze. Ja, ja, dat lijkt me heel moeilijk advies hoor. Want weet je wat het is? Er is geen auto hè. Je kan niet zeggen, oké, is goed, dat stuur is kapot. Dus laten we dat even vervangen en dan kunnen we dan niet, daar niet verder. Je zegt ze dan eerlijk, ik weet niet waaraan het ligt. Ja, oké. Okay. Wat is het verschil, meneer Slijngaard, tussen koppels die bij de gynaecoloog belanden in het traject van fertility op hun journey of het traject bij Stichting Lobby afleggen? Nou, de Stichting Lobby is laagdrempelig. Je hoeft geen verwijsbrief te hebben. Je maakt een afspraak, je komt binnen en je legt je probleem voor. Okay. Je kan bij Stichting Lobby, en meestal kan je bij Stichting Lobby voor allerlei services tegelijk komen. Dus mensen komen en wanneer ze bijvoorbeeld voor een uitstrekje komen, maken ze het direct bespreekbaar van, ik probeer om zwanger te worden, maar het lukt niet. En dan als de gelegenheid er is, kan daarop verder worden ingegaan. Dus het is heel laagdrempelig. Dat is het verschil. En meestal als ze bij de gynaecoloog belanden, weten ze al dat er een probleem is. Ze hebben meestal bij de huisarts al vooronderzoek gedaan. Soms bij Stichting Lobby vooronderzoek. En als ze bij de huisarts terechtkomen, weten ze van, hé, er speelt iets. We hebben specialistische hulp nodig. Oké, okay, dus eigenlijk, ik vond het heel mooi hoe Sigourney dat in de presentatie heeft aangegeven. Je hebt tour guides en je hebt tour operators. Ja, ik vond het is een geweldige beeldspraakvergelijking hoe je dat hebt gedaan. Maar even terug aan Cheryl. Cheryl, welk traject heb jij gevolgd? Ben je naar Stichting Lobby gegaan of ben je via de huisarts bij de gynaecoloog beland? Ik was sowieso heel lang geleden niet naar... ik zal even vertellen hoe het is begonnen. Ik werkte in, in Nederland. En in het jaar 2007, toen was ik 27 jaar oud. Een jonge, ambitieuze vrouw. En ik had wel altijd last van mijn cyclus, heel veel pijn. En het werd door de jaren heen werd het gewoon ondraaglijk. En ik kreeg eigenlijk waarschuwt je lichaamje van hey, something is wrong. En ik had toen een huisarts en ik heb haar aangegeven, zeg van dit speelt. Wat kunnen we eraan doen? Wat is het? En ze zei van ja. Als je ouder wordt, dan kunnen we dingen gaan veranderen. En dat kan het gewoon zijn. Totdat ik een keer met helse pijnen weer bij de dokter terecht kwam. En toen heb ik gevraagd van, mag ik nu echt een echo gaan maken? En toen zei ze, ja, ik ga je verwijzen, maar ik denk niet dat dat iets is. En toen ik uiteindelijk die echo maakte, ben ik zelf heel, heel, heel erg geschrokken van wat er dus op die echo te zien was. En ik dacht direct aan het ergste, dat het tumoren waren. Maar het is dus die endometriose die toen zo ernstig is gaan, zich is gaan uitbreiden. Die dus bij elke menstruatie zoveel pijn veroorzaakt. Ik weet niet of jullie weten wat endometriose is, maar endometriose is een... Nee, leg het maar even uit. Ja, in mijn woorden is dat, vochtblaasjes die ontstaan eigenlijk door een overvloed van een bepaalde hormoon, noemen we dat ten goede, die dus in plaats van naar buiten toe bloeden, dus in plaats van dat het bloed jouw lichaam verlaat, gaan ze dus in die blaasjes bloeden en het blijft daar ook zitten. En dat veroorzaakt, het kan verklevingen veroorzaken tussen je geslachtsorganen, maar ook met je andere organen.
En het gebeurt wel eens, of eigenlijk vaker, dat je eraan geopereerd moet worden om het gewoon los te maken van elkaar. En om het weer eigenlijk, om het even zo te zeggen, leefbaar te maken. Dat had ik dus. Dat was toen mijn diagnose. Ik was 27 en ik was erg teleurgesteld. Kijk, ze is ook maar mens, maar ik had zoiets van, had je me maar eerder gestuurd om die echo te maken, dan weet ik niet of het minder erg was geweest, maar dan wist ik in elk geval wat er aan de hand was. Dus toevallig kort daarna had ik de planning om naar Suriname toe te verhuizen. Dus tussen die tijd en de tijd dat ik zeg maar mijn huidige partner ontmoette, was ik al eigenlijk bijna elke maand of elke 3 weken op de bank bij de gynaecoloog. Naast alle zwangere vrouwen. Maar goed, op dat moment had je geen kinderen. Nee. Je had ook geen partner. Ik had geen partner. Dus ik was er niet zo verschrikkelijk mee bezig. Maar ik wist wel van dat dat een factor zou kunnen gaan spelen. Dus ik had eigenlijk al een beetje gevoel van, op het moment dat ik een partner ga krijgen, dat het een rol zou kunnen spelen. En het, de realiteit heeft dus wel, weet je, dat uitgewezen. Ja, in welke fase van jouw journey zit je nu? Ik zit in de fase waarbij ik dus nog steeds heel erg hoopvol ben gestemd. Ik ben nog steeds optimistisch. En op dit moment zit ik dus in een traject van mijn voeding aanpassen naar plant-based. Omdat ik nu meer dan ooit, kijk, er is zoveel informatie. En net wat ik zei, je ontdekt wel heel veel, maar je weet wat ze zeggen. The more you know that you don't know. En ik zit nu in een begeleid traject van voeding. En heb daar heel veel reality-based cases te zien gekregen, te horen gekregen of overgelezen. Dat heel veel van wat er, los van ook fertiliteitsissues, maar dat heel veel genezen kan worden door gewoon je voeding aan te passen. En het is natuurlijk niet zo gewoon en zo makkelijk. Het is ook kijken van, hey, gaat het ook echt werken op mij? Maar ik ga er wel voor. Ja. Oké, maakt het wat uit in jouw verwerkingstraject dat je weet dat er iets lichamelijks medisch niet in orde is met jou? Om het eventjes cru te zeggen hoor, ik bedoel het niet vervelend als het zo mocht overkomen. Maar als je weet, kijk, ik denk dat als je in die 40% zit waar meneer Slijngaard het over heeft, dat het best moeilijk te accepteren is van, hey, oké, waarom lukt het niet en er is niks mis? Terwijl als je weet dat het een oorzaak heeft, dat je misschien toch wel emotioneel en psychologisch het een betere plek kan geven. Ik denk dat het gewoon altijd moeilijk is. Maar inderdaad, als je niet de vinger op een zere plek, een echte zere plek kan leggen, lijkt het me een stuk moeilijker. Kijk, nu weet je van, het is endometriose. Andere mensen weten, het is PCOS of het zijn myoma. Ze weten dat er een behandelplan ervoor bestaat. En in mijn geval is dat eigenlijk ook wel zo. Want ik heb door de jaren heb ik ook wel... wat ik heb bereikt is dat dus die endometriose vergeleken met in 2007, dus zoveel jaar geleden al veel milder aanwezig is. Het is veel minder geworden. Natuurlijk, het zorgt voor verklevingen, dus je kan er nog later last van hebben. Maar bij mij is het niet een major issue op dit moment meer. Ja. Oké, goed. Ik ga even terug naar Sikoni, want je hebt al de hele tijd heb je niks gezegd en geluisterd naar ons. Maar hoe zit het met jou? Je hebt 2 kinderen heb je eigenlijk verloren. Ik kan me voorstellen dat als je het mij vraagt, zijn dat dieptepunten, zwarte gaten in je leven. Dat kan ik me zo voorstellen. Maar je moet uit dat dieptepunt toch wel weer naar de ruit komen en eigenlijk hoopvol naar de toekomst kijken en zeggen van, hey, ik ga door, want ik ga het weer proberen.
Leek dat mee, hoor. Ja. Nee, dat is eigenlijk geen andere keus. Ik ben nog heel jong, dus ik heb nog een heel leven voor me. Je kan ervoor kiezen om bij de pakken neer te gaan zitten. Dat is één mogelijkheid. Of je zegt van, hey, weet je, ik ga me... dit gaat niet mijn lot bepalen. Ik ga kijken hoe ik hier beter uit kan komen. OvaPlus is daar één van de resultaten. Ja, ik heb daar heel erg veel voldoening in. En verder heeft pijnhealing me ook heel erg geholpen. Bij het verwerken, maar ook het begrijpen van wat er zou kunnen spelen. Dus dat zijn de dingen die voor mij echt... Heb je de testen gedaan om te kijken als er inderdaad medisch alles wel in orde was bij jou en je man? Ja, die hebben... Net als wat Cheryl zegt, ik ben vaste klant bij het laboratorium. Bijna een arts. Ja, dus... Dat hebben we dus ook heel vaak gedaan. Dus jij bent de 40%? Waarschijnlijk wel, ja. Heeft het helpen en het begeleiden van andere mensen in dezelfde situatie of moeilijke zwangerschappen, mensen die dus de doelgroep zijn van OvaPlus, je geholpen in het verwerken van het verlies? Ja, het heeft me zeker geholpen. En het heeft me meer nog geholpen doordat, en het is misschien een beetje raar, maar ik kreeg, doordat ik zoveel voldoening kreeg, hoor, hielp het mij in mijn eigen verwerkingsproces. Of helpt het me nog steeds. Ja. Ik put er heel veel energie uit en nog steeds hoop. Want mensen die we dus hebben gehad, bij wie die een soortgelijk geval meegemaakt hebben, of soms erger, bij wie het uiteindelijk goed gelukt is, dan denk je van, hey, zo, ik ben zo meteen aan de beurt. Ja, licht in het einde van de tunnel. Ja. Yes. Okay. Ja. Meneer Slijngaard, in hoeverre is psychologische hulp dan ook eigenlijk in het traject van family planning in deze gevallen direct ook aan te bevelen? En wordt het ook gedaan door Stichting Lobby in dit traject? Stichting Lobby heeft ook een counselor die psychosociale hulp biedt. In het eerste traject, eigenlijk kwam je niet direct in contact met de psychosociale counselor. Omdat eerst een gesprek moet volgen om te kijken wat is het probleem. En dan wordt jou aangeboden van er is ook een counselor, wil je ook praten. Want soms, meestal komen partners wanneer ze al langer hebben geprobeerd om kinderen te krijgen. Dus er is al een lijdensweg, kan je zeggen, die ze hebben afgelegd. Dus dan pas wanneer je dat gesprek hebt, vraag je ook als ze die psychosociale begeleiding willen hebben. Want het heeft ook te maken met een onbevredigd verlangen, maar ook een verlies. Die dames hebben net gesproken over een verlies. En een verlies... Het verwerk je niet zo makkelijk. Het blijft altijd in je en aanwezig. Dus je moet er mee leren om te gaan en doorgaan met je leven. En proberen om toch jouw verlangen te vervullen. In de zin van dat je een kind krijgt. Ja, je zit eigenlijk bijna van, oké, wat is eigenlijk erger? Geen kind kunnen krijgen of inderdaad een kind krijgen, dus zwanger zijn, zo in Sigourney het geval, en dan de kinderen kwijtraken. Bijna, denk je, wij zijn lood om oud ijzer hier, hoor. Ik weet niet waarover dit gaat, die vergelijking, maar het lijkt me zo ingrijpend en ook eigenlijk professionele hulp noodzakelijk. Dat je mensen bijna geen keus moet laten dat ze naar die psycholoog moeten of naar Stichting OvaPlus om met soortgelijke gestemden te praten. Bij kinderwensbegeleiding gaat het ook niet alleen maar om kijken wat het probleem is dat je niet zwanger kan worden. Maar ook die psychosociale begeleiding is nodig. Je moet een stabiele omgeving hebben, want je moet ook kijken wanneer je dat kind hebt. Ga je door kunnen gaan met dat kind.
Het blijft niet alleen bij zwanger worden en dan stopt het. Maar ook het traject. Wanneer je zwanger bent, moet je dat ook aankunnen. Je gaat 9 maanden lang ga je in die situatie zijn. Dus je moet het psychisch ook kunnen dragen. En bepaalde dingen heb je niet in de hand. Zoals een depressie na de zwangerschap. Dat komt, overvalt je. Maar je probeert zodanig een psychisch stabiele situatie te creëren voor beide partners. Meestal praten we over de vrouw, maar ook die man gaat eronder gebeurd. Want ook hij heeft een kinderwens. En we zien dat ook bij Stichting Lobby, dat vaker mannen komen zonder hun partner. En meestal geven ze ons het verhaal van, ik wil gewoon weten als ik kinderen kan krijgen. Maar Suriname is klein en je weet uit andere hoedanigheden van, hij wil niet gewoon weten, hij probeert al heel lang om kinderen te krijgen. Dus ook mannen lijden daaronder dat ze kinderloos blijven. Ja, maar bij mannen is het meer toch een ego-ding en andere, denk ik, andere factoren die je rol spelen waarom het een moeilijker onderwerp is. Die die vrouw heeft en voor een kind hebben mannen ook. Het is niet altijd een ego-ding van... Ik moet bewijzen dat ik een man ben, dus ik moet veel kinderen. Nee, het gaat meer om de durf om erover te praten en het gemak om inderdaad aan iemand een vreemde toe te kunnen geven. Van, hé, weet je, kijk als er iets aan mij ligt, want iets is niet goed bij mij. Dat is meer wat ik bedoelde. Ja, ze praten niet zo makkelijk hierover. Ja. Dat klopt. Ja. Ik wilde even weten van Sigourney, is er ook een psycholoog of een toch wel iemand op het gebied van een psychologische begeleiding aan verbonden aan de stichting? Ja, niet direct verbonden, maar we hebben wel een soort samenwerking waarbij we mensen doorverwijzen naar verschillende psychologen, maar ook gynaecologen, et cetera, met wie ze dan verder kunnen. Ja, dit is wel een heel mooi ding dat Cheryl ze net heeft gezegd, die me wel hier van het denken heeft gezet uit een stukje eigen ervaring. Ik kende namelijk een dame die ook heel erg lang heeft geprobeerd om zwanger te raken. Je hebt namelijk gezegd, heb vertrouwen in het proces. En ik ken er een jaren en zijn er mannen, ze wilden kinderen krijgen, het lukte maar niet. En er was ook inderdaad best veel verdriet bij hun om het feit van geen kinderen kunnen krijgen. Maar wat bleek later, zij is namelijk van de een op de andere dag, is ze eigenlijk een acuut overleden aan een hele agressieve vorm van kanker. En later bleek dus dat die agressieve vorm van kanker eigenlijk een soort van voorbode was van het lichaam. Van je lichaam is niet ready om een kind te kunnen krijgen, om een kind te kunnen... Ja, hoe zeg je dat? Kweken. Ja, toch? 9 maanden lang. En eigenlijk, ja, pas nadat ze overleden was, kwam er dus eigenlijk een soort van besef en acceptatie van, mooi werkelijk. Want weet je, als ze nu dat kind had gekregen, dan weten we niet als dat kind gezond zou zijn geweest, maar dat kind zou opgegroeid zijn zonder moeder. De behandelingen tegen die kanker zouden niet door kunnen gegaan, omdat het kind in gevaar zou brengen. Dus dat is natuurlijk ook wel achteraf pas. Je noemde namelijk een onderdeel, en dat is dus eigenlijk een stukje geestelijke begeleiding. Als je dus bij een kerkgenootschap zit op de een of andere manier, dat ook wel eigenlijk ook een test is van je geloof. Ja, toch lijkt mij ook zo. Oké, maar heb vertrouwen in het proces, want soms is er meer aan de hand dat jij niet weet. En misschien pas achteraf vallen er kwartjes. Hoe ga je bij Stichting OVA Plus daarmee om? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk hunkeren we zo erg naar een kind, of ja, dan heb je dan het verwerkingsproces, et cetera, dat je, ja, natuurlijk, we kunnen niet in de toekomst zien, maar dat je wel echt alles op alles doet om toch dat wat je wel in ieder geval in controle hebt, of nou in controle hebt, waar je enigszins grip op zou kunnen hebben. Je wil alles uit de kast halen om echt nog je kinderwens te kunnen vervullen. Dus zo zit dat. Ja,
Oké, laat me eventjes toch wel een positieve noot proberen te geven aan dit onderwerp. Er zijn alternatieven als mensen geen kinderen kunnen krijgen. Shail, heb je ooit overwogen om de alternatieve paden te volgen? Je hebt draagmoederschap, er is adoptie. In hoeverre is dat ter sprake gekomen bij jou en je partner? Ik noemde ook dat je een plan moet hebben. Of tenminste, ik vind het belangrijk dat je een plan hebt. Als je daarmee gaat stoppen, op een bepaald punt moet je een plan hebben. Hoe ga je daarmee om? Of als je doorgaat en tot hoever ga je door? Bepaal je dat voor jou de grens is? Dat het voor jou stopt op het moment dat je zelf geen kind kan dragen? Of ga je kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn? Voordat ik daarop inga, wil ik wel even aangeven, ik weet eigenlijk niet hoeveel tijd we hebben. Oké, we hebben nog niet zo lang meer, kwartiertje. Ja, precies. Wil ik het gelijk aangeven dat ik uiteindelijk bij OVA Plus terecht ben gekomen. Na natuurlijk al die jaren, ik ben al bijna 7 jaren met mijn partner. En tegen het einde van 2019 kwam ik dus in een, was het een sessie of een workshop? Het was een voorlichtingssessie van OVA Plus. En er was al eentje gecanceld vanwege, volgens mij niet genoeg aanmeldingen, ik weet het niet meer. Maar ik was zo teleurgesteld. En toen ik zag dat er weer zo een bijeenkomst zou zijn, was ik vreselijk blij. Ik leefde gewoon naar die dag, om gewoon te horen wat OVA Plus doet. En om te zien, kijken wie er allemaal lotgenoten zijn. Niet uit nieuwsgierigheid, maar gewoon om te zien dat er gewoon mensen zijn in Suriname die durven voort te komen en in elk geval een stap te zetten. En gewoon uit het donker durven te treden, zeg maar. Want net wat ik zei, er heerst een erge taboesfeer. En dat was volgens mij, was er ook die avond zo'n meneer bij wie het cultureel en qua zijn achtergrond heel erg, het was keihard voor hem. En het was juist die man die zichzelf heeft uitgesproken. Maar goed, het heeft me heel erg goed gedaan om te weten dat er zo'n organisatie bestaat. En ik heb er eigenlijk mijn toevlucht in gevonden, doordat ik een podium had, of een community had, waar ik gewoon vrijelijk erover kon praten. Kijk, het is leuk. Je echtgenoot, die ging trouwens ook mee. Die denkt ook mee. Je moeder, je vader, je zus. Maar echt de mensen die dat meemaken in een georganiseerd verband. Dat heeft mij heel erg goed gedaan. En dat heeft mij, ik moet zeggen, in het coronajaar dat we achter ons hebben, waarbij eigenlijk bijna alles is gestopt. Waaronder ook, je kan niet naar de dokter gaan, want het is, er zijn nieuwe maatregelen en dat soort dingen. Later kon het natuurlijk wel. Maar dat heeft me zoveel, het heeft me zo gerustgesteld. En gewoon om erover te kunnen praten. Ja, eigenlijk om te weten dat er iemand is die hetzelfde verdriet voelt dat jij voelt. Die het kan begrijpen. Onder andere, en we hebben zelf ook, met Siguni samen hebben we ook wel sessies met mensen, dus andere lotgenoten die dus ook wel in dat kleiner verband dan durven te praten erover. En het doet je goed om jouw verhaal te kunnen delen met de ander. Ja. Okay. Ja. Meneer Slega, even terug naar u. Zijn er bij Stichting Lobby of in Suriname cijfers bekend over hoeveel koppels of echtparen ongewenst kinderloos zijn, zoals u het heel mooi heeft genoemd aan het begin? Nee. Wat we wel bij Stichting Lobby hebben, is dat we wel aantallen hebben van mensen die zich aanmelden voor kinderwens. Ja. Mm-hmm. Maar soms hebben zij al kinderen, maar ze hebben een andere partner en die heeft nog geen kinderen. En ze zeggen, ja, ik heb al 2 kinderen, maar mijn man heeft nog niet. En we willen samen een kind. We hebben dus bij Stichting Lobby alleen de aantallen van de
mensen die zich aanmelden voor kinderwensbegeleiding, maar niet hoeveel mensen in Suriname kinderloos zijn. Ja. En ik weet ook niet als de gynaecologen dat bijhouden. Omdat soms paren, soms hebben ze al kinderen uit een vorige relatie, maar als ze samen zijn, dan lukt het niet. En dat is dan ook weer vreemd van, die vrouw heeft al een kind, die man heeft een kind, maar samen lukt het niet. En dat is dan weer die onverklaarbare 40% waar je niets kan vinden, waarom het niet lukt. Maar bij mij zijn er geen cijfers bekend hoeveel mensen in Suriname ongewenst kinderloos zijn. Ja, nou, misschien toch wel interessant om rondje gynaecologen te doen, om te kijken als we gezamenlijk, misschien is die groep mensen zo groot, dat we toch wel wat alternatieven moeten zoeken om een grote groep mensen die eigenlijk al jaren met slepende emoties zitten, op de een of andere manier te kunnen helpen. Laten we even terug gaan naar Sigourney, want je hebt een paar alternatieven opgenoemd, die Stichting OVA Plus ook aandraagt aan de mensen die bij hun komen, zoals het draagmoederschap, adoptie. Staan mensen daar open voor, adoptie en draagmoederschap? Ik heb namelijk het idee dat dat in Suriname niet zo populair is, maar jij kan daar ongetwijfeld een beter antwoord op geven. Draagmoederschap, inderdaad. Dat is inderdaad niet zo populair in Suriname. En eigenlijk een beetje te ver van mensen hun bedshow. Als je zo met je handen in het haar zit, maakt het je op een gegeven moment niets meer uit. En dan wil je het gewoon overwegen. Adoptie, zit een beetje dichterbij. En dan heb je natuurlijk de wetgeving dat mee moet zitten. Voor draagmoederschap is er geen wetgeving. Voor adoptie wel. Maar dat kan nogal complex in elkaar zitten. Ja, want het kan lang duren, zoals ik me heb laten begrepen. En dat je echt soms jaren in juridische procedures zit voordat je uiteindelijk toestemming krijgt. En is of het kind dat je op het oog had al helemaal een groot kind geworden, of je zit nog jaren met een andere emotionele sleep. Toch te worstelen. Klopt. En daar kan BUFAS het beste op antwoorden bij justitie. Maar voor draagmoederschap is er nu dus nog geen wetgeving. Aan de ene kant kan je zeggen van oké, als er geen wetgeving is, nou dan zijn er geen regels. En dan moet je dus daar even kijken hoe je daarmee omgaat. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zijn wij wel bezig om om een conceptje op te stellen, om te kijken van hoe of wat, wat kunnen we doen in verband met draagmoederschap. Draagmoederschap lijkt me ook een heel erg emotioneel en heftig traject. Hè? Cheryl, zou jij draagmoederschap overwegen? Ik heb het eigenlijk al overwogen. Ik moet zeggen, het was sowieso moeilijk voor mij om het iemand te vragen. Maar ik heb via een persoon die best wel een heel sociaal bewogen persoon, best wel bekend persoon in de samenleving. Ik heb een keer de stoute schoenen aangedaan en ik heb haar een bericht gestuurd om het via haar social media te vragen. En ze zegt, ik heb dit ding al een keer, ongeveer een jaar geleden heb ik dit al een keer voor een koppel gedaan. Het is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar ze zegt, ik kan je zo laten zien wat de reacties waren. Het waren er heel veel. Mensen die bereid zijn eigenlijk hun buik te lenen aan een koppel. Dus dat heeft me sowieso goed gestemd. Het antwoord wat ik verder ook kreeg is dat er ook heel veel mensen zijn. Dat is helaas ook, het is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant is er ook een behoefte. Heel veel mensen die hun kind zouden willen afstaan. En dat is weer een ander pijnverhaal of een pijnlijk onderwerp natuurlijk. Maar voor een doelgroep als die van ons, die zich zeg maar in die berust en zegt van weet je, ik ga voor adoptie, is dat toch wel een beetje hoop. En voor nu heb ik eigenlijk gezegd, net wat ik zei, ik ben in een traject van vegetarisch
overgaan op een vegetarisch dieet, om te kijken of dat goed aanslaat. Doordat er zoveel bewijs daarvoor is, ik wil dat eerst proberen. Kijk, je wikt en je weegt van, hé, wat ga je doen? Net wat je zei, dat draagmoederschap, dat is eigenlijk, je geeft die controle, geef je uit handen, voor een deel. Aan de ene kant weet je van, hé, die mevrouw is, haar lichaam is gezond genoeg, ze scheelt haar niet. Je komt tot een overeenkomst waaronder je het gaat doen, het valt te regelen. Aan de andere kant wil je toch kijken of jij dat zelf kan. Ja. Maar het is very uncharted territory. Hè? Uncharted, ja. Niet alleen maar dat. Ja. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Sigourney kan daar misschien meer over spreken dan jij, omdat ze zwanger geweest is. No offense. Maar hoe doe ik dat verkeerd, een kind dragen, ook al is het niet van jou, maar gewoon het emotionele wat er allemaal bij je loskomt als mens, erbij stilstaan, weet je, van ieder groeit leven in mij, lijkt me zo'n emotioneel glad ijs, weet je, met alle haken en ogen, een kind niet willen afstaan, want het lijkt me ook weer het volgende drama dat je dan voor ogen houdt. Waarbij je denkt, als ik daarover moet gaan nadenken, weet je wat, laat het iedereen maar. Want, maar Sigourney, zie jij draagmoederschap in Suriname zich ontpoppen als een mogelijkheid? En ook iets dat door de wetgeving gedragen zal worden in de toekomst? Ja, ik ben er optimistisch over gestemd. Omdat er heel veel mensen zijn met een kinderwens die... bij wie het eigenlijk, ze gaan het niet zelf kunnen vervullen, of dat blijft. Dus die heel graag gedraagmoederschap zouden willen gaan. Dan heb je natuurlijk, die wet moet gedragen worden. Het moet, je moet draagvlak hebben ervoor. Dus dat is dan wel weer een heel ander pakket. Maar... ja, ik blijf optimistisch erover. Omdat je daarmee gewoon gelukkige gezinnen creëert. En waar leven we anders voor? Ja, oké. Cornerstone of the community. Meneer Slijngaard, hoe staat u als instituut, zoals Stichting Lobby, tegenover het draagmoederschap in Suriname? Het zal een oplossing zijn voor heel veel koppels die geen kinderen kunnen krijgen. Maar wel over gezonde eicellen en... kwalitatief goede sperma beschikken. Want dan zou je zo'n bevruchte eicel bij een surrogaatmoeder kunnen inbrengen. En zij is dan de draagmoeder. Maar er moet wetgeving hieromtrent komen. Er moet, zoals ook eerder gezegd, er moet draagvlak hiervoor zijn. Maar het zou een optie zijn voor koppels die geen kinderen kunnen krijgen. Of waarbij er steeds sprake is van een abortus tijdens de zwangerschap. Dit zou echt de oplossing zijn. Ja. Zouden er al draagmoeders in Suriname zijn zonder dat we het weten, denken jullie? Ja. Ja, er zijn. Oké. Okay. Die dames knikken zo heftig ja, dat ze het al zeker weten. Omdat sommige mensen, net wat ik zeg, er is een taboe enerzijds uit schaamte. Schaamte. Ja. Ik weet niet of je ook zou moeten schamen omdat je een draagmoeder hebt genomen. Maar ja, men wil het, men houdt, u weet, in Suriname houden mensen van geheimpjes. En dan, ik denk niet dat je daarmee anderen helpt. Ze houden ook heel erg veel kijken naar elkaar. Wat is je zwanger? Wat is er nu? Dan waren ze baby. En al die vragen uit het eerste plaatje van Sigourney. Ik zie zo al die scenario's voor me met al die vragen en al die opmerkingen inderdaad. En dat is lastig. Maar ja, dat meneer Slijngaard zei het al. Onze kleine gemeenschap die maakt het soms wat moeilijker om bepaalde... stappen te kunnen ondernemen in dit soort trajecten. Ja. Goed, we zitten eigenlijk al een beetje boven onze tijd, maar ik wil jullie toch alle drie nog de gelegenheid geven om tot slot iets nog te zeggen over dit onderwerp. Want als het van ons afhangt, kunnen we nog uren doorgaan hoor. Maar helaas zijn we aan tijd gebonden, dus ik wil wel graag nog een afsluiten. Afsluitgelegenheid geven aan iedereen. Sigourney, ga jij eerst? Ja, prima. Ik wil voornamelijk aan de kijkers en aan ieder met een kinderwens meegeven. Er is altijd hoop. Als het nou adoptie is of draagmoeders,
vriendschap is gewoon altijd hoog. Dus verlies het vertrouwen niet. En als mensen meer informatie daarover zouden willen, zouden ze ons altijd kunnen contacten. Oké, prima. Jullie hebben social media kanalen waar jullie op te vinden zijn, neem ik aan. Ja, klopt. Facebook. Ja, Facebook, Stichting OVA Plus, Instagram. Oké, goed. En in het andere geval wonen we in Suriname en weten ze je te vinden. Precies, ja. Oké, Cheryl, voor jou? Ja, ik hoop dat ik met mijn bijdrage mensen heb geholpen of aan het denken heb gezet om een makkelijkere modus te vinden om met hun situatie om te gaan. Net wat ik eerder zei, het heeft mij ook een aantal jaren gekost. Als je me dit een paar jaar geleden had gevraagd, had ik hier niet gezeten. Maar het helpt je wel om erover te kunnen praten. En het helpt ook anderen om jouw ervaringen te delen. En als je niet echt een vertrouwenspersoon hebt, ook al zou je eentje hebben, die is waarschijnlijk geen deskundige, zoek de deskundigheid op. Ga naar OVA Plus of naar Stichting Lobby. Het hangt helemaal van jou af. Waar je naartoe wil, waar je naar op zoek bent. Maar blijf niet alleen in dat leed. Het is niet nodig. Het hoeft niet. Oké, dat is een heel erg mooi advies. Dankjewel daarvoor, Cheryl. Meneer Slegaard? Praten helpt. Dat is waar. Maar praten moet je met iemand die eigenlijk meevoelt, meeleeft en ook verstand ervan heeft. Heel vaak krijgen we koppels en als we ze vragen van wat heeft u al gedaan? Dan hoor je ze hebben een jaar lang moerderijzie gedronken. Of ze zijn een jaar lang gegaan om hun baarmoeder te masseren en goed te zetten. En een heleboel andere dingen. Ben je al naar de huisarts of naar de gynaecoloog geweest? Nee. Dus ik zou zeggen, praat met een deskundige. Laat je begeleiden. En je kan hulp vinden. Ja. Oké, je kan hulp vinden. Hulp is niet zaligmakend, maar er is wel een bepaald traject dat er afgelegd kan worden waarbij er ondersteuning is. Het kan zijn dat je hulp vindt dat je zwanger wordt, maar het kan ook zijn dat je hulp vindt dat je je berust in je situatie. Ja. Oké, hartelijk bedankt meneer Slegaard. Heel erg veel succes met alle mensen die bij Stichting Lobby komen. En hopelijk kunnen ze daar een voet aan wal vinden om geholpen te worden met hun probleem. Ik hoop ook dat Stichting OVA Plus, ik hoop niet dat de deur plat gelopen wordt, dat hoop ik niet. Maar ik hoop wel dat de mensen die de hulp nodig hebben, hun weg naar jullie weten te vinden. Om daar in ieder geval gelijkgestemde mensen te vinden, want dat laat je altijd comfortabeler voelen. Ik wil nog Sigourney en Cheryl toewensen. En dat meen ik echt de grond van mijn hart. Echte engeltjes die jullie kunnen vasthouden in jullie handjes. En die jullie nog niet aan God hoeven te geven voor veilige bewaring. Als het zo is, dan hopen wij dat wij een van de eerste zijn die een foto krijgen van de geboorte, op welke manier dan ook. Als het nou de eerste echte geboorte is, of de draagmoedergeboorte, of de eerste adoptiedag, dat maakt mij niet uit. Maar ik wens jullie in ieder geval wel heel erg veel echte engeltjes toe, waarvan jullie kunnen houden en jullie liefde mee zouden kunnen delen. Ik apprecieer het zo enorm, omdat ik weet hoe gevoelig deze verhalen zijn, maar het heeft mij geraakt en ik wil jullie bedanken dat jullie je persoonlijke verhalen met ons hebben willen delen. Dus onze grote erkentelijkheid daarvoor en heel erg veel succes in jullie journeys verder. Dank je wel. Nogmaals dank, ook u, voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Zoom In. Met de complimenten van Selflines hebben we het vandaag gehad over kinderwens. Als je luistert naar de verhalen van onze gasten, dan misschien zijn het niet zulke verhalen met positieve noten van nu zijn er 3 kinderen en 4 kindertjes die door het huis rondrennen. Maar waar het meer om gaat, is dat er hulp is en dat er hoop is. En dat er altijd wel een alternatief is. En op die manier proberen we dan onze bijdrage te leveren om die wegen
voor hoop, alternatieven, ondersteuning en delen met lotgenoten kenbaar te maken aan u. Dat we daar een bijdrage mee hebben kunnen leveren. Nogmaals bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Zooming. Volgende week maandagavond zijn we er weer bij met een nieuwe aflevering. En als u deze aflevering in zijn totaliteit nog een keer wil zien, kijk u dan naar de herhaling op zondagavond. Nogmaals bedankt voor het hebben willen kijken en een fijne avond verder. Goedenavond.